het go-to en de Energy to Go promo. Je weet dat die promo loopt tot en met 22 mei. En de trekking is op 23 mei. Bij elke 150 SAD tankbeurt krijg je een lot. En de rest van het verhaal kan jij zelf vertellen aan ieder die het toevallig niet weet. Zo is dat. We mogen doen een nieuwe Surinamers overal. En bellen naar het buitenland waar we hebben zoveel Surinamers wonen. Je weet hoe het gaat. De Surinamers overal. Fout de fout tangalasma. Hoe de founu. Hoe lobasani. If I go boom. Hoe loop zo. If I go boom. We jepun srifi. En makandra. We make moiti. Tak alasma. Kan vier boom. We gaan bellen naar een landsang. Kan de. Zo mensen na mano da penno zo. Kan de dende. Maar toen si furu. Voeding. Uno bejere ete. Het moet worden vandaag een gast die we vorig jaar al hadden. En wat er is gebeurd in die tussentijd wil je natuurlijk wel weten. Anders is het dat je niet een relatie opbouwt met de persoon. Oesamus reflexera namang. Maar sweetie, tak if tide umiti, tide utaki fostrong. Da bakawan pisi da Lucas en go kontakieren no. Maar faf zo aan sma. Want ube. Takang ons ref ube miti, maar dan doen we nog ons ab not more of ons refi. Zo zijn we niet getrouwd. Zo kennen we elkaar niet. Sarnaman Makandra Naso Asande. En we bellen, maar de lieve gast is on another call. Dus we moeten geduldig zijn en het weer proberen. Zo gaat dat. Surinamers overal en go-to en telesuur. Moende tanga Frida. 12 euro tanga wajuru breakting. Unedba dusa somens man lobby. En uiteraard kun je al onze gesprekken volgen. Kan die bij jere live, maar iwan go arken bakan no se iwan wan trasma jere sang betaki wan tasmarat no bij arki du ube duen jaso live. Dat kan dat wel ja, via YouTube uiteraard en zo ook de andere social media van Radio Westeres Suriname, da Facebook, je checkunu tap Instagram, mami tak wan los animang. Maar natuurlijk kun je ook de website volgen www.radiosrs.sr om je livestreaming non-stop te kunnen volgen. Vooral degene die zitten in het buitenland. Dus in de taal in principe kan die proberen via FM. Maar als een missie even no 96.3. Zou nog denken, maar het kan toch? Dan doe je het, want je hebt wifi of wifi. Of je hebt in ieder geval voldoende data op je telefoon. Mobiele data. Dan je bel. If anodati, dan via radiosrs.sr. Nog steeds on another call, mome kiere, jere. Ja, she's on another call. En dat is al een tijdje, weet je. En zo gaat dat eraan toe. Maar Surinamers overal, we zorgen taki, iniwasma, sadejaso, efirbung. En no vergeti, akondre disi, na janso wan lofunu kumba teberi. En winsa no janso ibe geboren. Maar zo many voor de biggest mafunu die zorgen dat je kan de demtching no da sarana moro de concha dengue trouwen bij gangen vakantie. Hoorde was zo mooi en een van de Surinamers overal afleveringen. Het was gewoon een vakantie. Uw ouders no betegun schrift tak na drape u botang. Maar na jaso ude en hij zou me jarig bamo ne vergit sranang. We tango na u lobby kondre sranang. Daar hou je daar rekening mee. Maar de verhalen zijn heel uiteenlopend. Wat wel overeenkomt is dat de loba kondre disi. En de tambribi tak one day. Asa gofa wani. O arki wan pispoku. En da we kayu baka. Anga atakisa wancha kongi u toch? We gaan bellen naar Italië, Rome. Dat na zo bij Sukuf Domano lukt aan nou weer. We hala, we love strada.
Surinamers overal vanuit Paramaribo, Suriname. Dit is Radio SRS. Ik ben Olu Abena. Goedendag, Marcia Sedok. Goedendag. Hoe gaat er mee? Goed. Ja, we begrijpen het.
Dit is een drukke mevrouw, een drukke Surinaamse. Ja. Ja, toch? Horen jullie me goed? Heel goed, ja, heel goed. We zitten niet op speakerphone, toch? Nee. Nou, dus ten eerste de groeten aan alle luisteraars van jullie radio. RDS, hè? Jawel, SRS, dank u wel. Radio SRS Suriname. Ja. We hebben een jaar geleden gesproken met Marcia Sedok. Gaat het goed met Marcia Sedok? Ja, met Marcia Sedok gaat het heel goed. Ze is in goede gezondheid. En als jullie nog weten, had ik het erover de Fashion Academy en de agency. Die is geopend sinds vorig jaar. Dus daar zijn we al mee bezig. En ik vertrek maandag naar Albanië. Wow. Maandag vertrek ik naar Albanië. Want er is daar een contest. Dus het is een internationale contest, een world contest. Dat ik hoop volgend jaar ook iemand uit Suriname mee te nemen. En daar heb ik 4 meisjes. Eentje van Santo Domingo, eentje van Peru. Een Italiaanse en eentje van San Marino. En die gaan hun land dus daar vertegenwoordigen. Wauw. En en daar zullen wij een week blijven. We vertrekken maandag. En de finale is zaterdag 21. En zondag 22 komen we terug naar Rome. En maandag 23 hebben wij een fashion show in Rome. In het stadshuisgebouw van Rome. En dat is dan voor Woodville. Dat is voor een huis. Dat we zeggen, die we aan het helpen zijn. Dus waar de vrouwen wonen die problemen gehad hebben van violence. No? En die daar wonen met hun kinderen. En we hebben dus een kalender gemaakt. Met allemaal modellen vanuit heel Italië. We hebben uit verschillende hoofdsteden. Hebben wij monumenten gefotografeerd met mensen. Ik heb de maand november gedaan. En want ik word jarig in november, dus ik heb de naam november. En dat gaan we maandag in het stadhuis gaan we dat presenteren. Met een fashion show met allemaal high fashion stylisten die er gaan zijn. En televisiesterren vanuit Italië. En dat is zo'n beetje, laat me zeggen, het programma deze dagen. Maar dan hebben we dan nog andere. In eind juni hebben we een contest in Italië. Dat is Europe Union. Miss Europe Union. En daar doen zo 30 landen mee. Mm-hmm. En dat zijn we aan het organiseren in Rome. Dat is van 27 juni tot en met 3 juli. En hebben wij dat. En en dan hebben we dan ook nog Expo Universale. En daar vertegenwoordig ik Suriname. Ik ben dus de hoofd voor alle Zuid-Amerikaanse landen. En dan gaan we dan een soort expo hebben waar er 30 landen aan meedoen. Dus waar we dan dansen, muziek, folklore, voedsel. En alles dus gaan promoten van al die landen. En dat hebben wij dan ook de maand juni en juli wordt dat gedaan. Dus we zijn alweer bezig eindelijk na de lockdown die er geweest is. Dus dat we niks konden doen. Al het ons werk lag stil. Nu zijn we weer allemaal hard bezig. Zijn we hard bezig. We hebben al een heleboel programma's. En we zeggen, waar ben ik? 10 juni ben ik in Napels. Dan hebben we ook een andere evenement met Viking Show. En de 18e, dan zijn we in Caserta. En we hebben al zo'n beetje een programma. Eind juli heb ik 1 weekje vakantie. Dan komt mijn dochter uit Nederland met mijn kleinkinderen. En dan ben ik er voor niemand. Okay. Dus
dan ben ik samen met hun en dan wil ik niks weten. Alle telefoons gaan uit. En dat communiceer je ruim vooraf. Ja, want ik zie ze al geen 2 jaar. Dus, dus daar ben ik dan heel blij mee. Ze komen naar Rome, vlakbij de zee, in een heel mooi complex. En dus dat wordt dan allemaal zwemmen, in bikini. Heel mooi dat is wordt dat. Een weekje die relax. Ja. Marcia Sedok, je bent manager, producer, fashion events, visual arts, muziek, fashion agency. Wat een drukke vrouw. En je hebt het gezegd, je bent tussen nu en juli eigenlijk zoet. En hoe gaat de rest van het jaar eruit zien? Weet je het nu al? Oh, nou, de rest van het jaar. Ik ben zelfs ook nog wat anders vergeten. Ja, 24 juni ben ik in Pisa. Dat is na Florence, zo'n beetje midden Italië. En daar moet ik een modeshow presenteren. Want ik presenteer ook shows en programma's. Zoals je weet, ook voor de televisie. En het nieuws wat we nu hebben, ik begin in juli met een nieuw televisieprogramma. Dat is wel hetzelfde wat ik vorig jaar gedaan ook had. Het heette Non Solo Cacao. Dit jaar begin ik er weer mee in juli. En dat gaat allemaal over fashion, art, cultuur en toerisme. Dus en dat is 1 keer in de maand, dus dat we dan het programma registreren. En dat is er ook. Dat was ik vergeten. Dat is een heel programma. En dat is 1 keer in de maand. Dan doe ik 4 afleveringen in 1 dag. Ja. Dus 4 uren en doen wij het programma. En dat gaat dan door 1 keer in de week gaat dat. En dan daarna, de volgende maand, beginnen we weer. Dus en dan promoten we artiesten. En hoop ik dan ook wat Surinamse artiesten te kunnen promoten in het programma. Of iets over toerisme, of over de Surinamse cultuur. En, om dat ook in het programma, laat maar zeggen, te introduceren. En ja, dat zijn zo'n beetje de programma's van het jaar. Om te beginnen met het laatste. Je zegt dat je ook Surinaamse artiesten wil gaan promoten, dan wel introduceren in dat programma waarmee je gaat beginnen. Dat klinkt letterlijk en figuurlijk als muziek in de oren van onze artiesten. Hoe ga je ze dan scouten? Wie ga je gebruiken? Ik heb het al gedaan met mijn ander programma. We deden een interview met hen. We deden het via Sky. Zodat het me leek alsof ze in de studio zaten bij ons. En dan, als ze muziek hebben, dan laten we dan hun video's zien. Videomuzikale plus een interview. En dat is het. En op die manier leren we laten ze kennen. En het wordt natuurlijk dan ook gepromoot op alle socials die wij hebben. Ook van het programma. En op zo'n manier. Er zijn namelijk veel Surinaamse artiesten, Marcia. En er zijn veel Surinaamse artiesten. En nu al hoor ik ze al zeggen van, maar hoe kan ik dan gekozen worden? Ik wil natuurlijk ook wel geïntroduceerd worden in het programma van Marcia Sedok. Ja, ze kunnen me schrijven bij de pagina van Non Solo Cacao, die op Facebook is, of op Instagram, Marcia Sedok, of zo niet, Sedok's Fashion Academy, heb ik ook op Instagram. En daar kunnen zij mee schrijven en dan en materiaal sturen. En dan kunnen we dan kijken van hoe wij ze kunnen promoten. Maar ook, laat me zeggen, op artistiek gebied, kunstenaars en fashion designers. Ja, voor jou zijn het de 2 grote M's, mode en muziek. Ja. Mode, muziek en kunst. Art, visual art. Mm-hmm. Ja, je bent heel creatief bezig.
Ja, nee, dat is dat is mijn liefde, mijn werk. Dat doe ik allemaal echt met alle passie. En zolang de Heer mij de kracht geeft en om dat te kunnen doen, ga ik er gewoon mee door. Ja. Een kantoorbaan zou voor Marcia Sedok niet zijn. Wat zegt u? Een kantoorbaan zou voor Marcia Sedok niet zijn. Nee. Nu op het moment ben ik wel op het kantoor, hè? Maar het is mijn agency. Het is mijn kantoor. Oh, dus zo kan het, ja. Nu op het moment ben ik in Rome, bij het kantoor. Die is vlak bij de filmstad, waar allemaal films gemaakt worden. En ik stuur mijn artiesten die bij mij ingeschreven zijn bij de Sedok Agency. Die stuur ik dan om casting te gaan doen bij de cinema, bij de film, bij de televisie. En modellen, die stuur ik dan om voor Fashion Week te gaan lopen. Dit jaar hebben wij Milano gedaan, Milano Fashion Week. En ook in Florence. In Milano hebben we ook 50 kinderen gestuurd. Kinderen van 5 tot 12 jaar, die ook hebben geshowt. En want wij promoten ook, we hebben ook kinderen. Hè? We hebben kinderen, we hebben jong, dus meisjes, jongens. En dan hebben we dan ook over de 30 jaar tot en met 60 jaar. Aha, dat is ruim. Ja, dus, heel ruim. Ja, dat is, ja, nee. En dan hebben we dan ook de curvy. Ook de curvy. Want die horen er ook bij, maar natuurlijk de kledingen en zo, die worden niet alleen maar door modellen gedragen, maar misschien meer door de curvies. Wat zijn de curvies? Modellencurvies. Ja, help ons, wat zijn de curvies? Dat betekent dus dat ze molliger zijn. Dus het is niet de standaard model. De plus size. Ja, plus size. En dat noemen ze hier curvy. Oh. Ze hebben curven, no? Dus dan heten ze curvies en die zijn, daar doen we ook modeshows mee. Ja. Modeshows en ook contesten voor de curvies. Mooi is dat. Dus voor de plus size doen we ook modeshows. Ook behalve modeshows, zoals ik zei, doen wij ook de misverkiezingen. Aha. Ik ben ook nog, dit jaar hebben ze mij ook benoemd als de, hoe noem je dat, hier zeggen ze madrina. De madrina voor de curvies. Dus dat wil zeggen, het gezicht, de persoon voor de curvies. En dan gaan er dan door het hele land worden er dan contesten gehouden. En dan is dan de finale in het zuiden. En dan wordt er dan een Miss Curvy uitgekozen. En die wordt dat jaar de model en de face voor de curvies. Dus zo'n beetje voor iedereen wat hoor. Want ik bedoel, in het leven er is al zoveel. We hebben nu dus 2, 3 jaar zijn we bezig geweest met een, hoe heet het, zijn we bezig geweest met die epidemie, toch? Van de COVID. En nu. Is er ook nog de oorlog en het is ook nog heel dichtbij bij ons hier, dus dat is niet zo fijn, want nu is er zo'n beetje alles opgeslagen, hè? Alle prijzen, benzine is duurder geworden, gas is duurder geworden, want veel kwam vanuit Rusland, ze kochten veel vanuit Rusland en nou dit wordt gestopt, ze willen niet meer met hun op het moment in zee gaan. Wat wil zeggen van dat alles, de prijzen verhoogd worden. Voor een heleboel dingen. Zelfs Afrika heeft daar nu problemen mee voor hun brood. Want hun graan, dat kochten ze in Oekraïne. Het graan kwam daar vandaan om brood te maken. En dat is nu ook gestopt, want niemand mag daar meer door de zee. En die kan dus, dit brengt ook veel problemen op voor, ook voor ons, die niks te maken hebben met de oorlog. Weet je? Ja. Dus, en daarom hebben wij dat ook nodig om te ontspannen
Lekker aan niks denken, lekker niet aan alle problemen denken, want de problemen die blijven toch daar waar ze zijn. Dus af en toe moet je daaraan ontsnappen. En daar zorgen wij voor, omdat die mensen zich amuseren. Ja. Snap je? Ja, dit is echt echt het moment. Dus nu van, nou ja, het leven is dit. Dus problemen die zijn er, die kunnen opgelost worden. Maar we moeten ook aan onszelf denken. Want anders wordt iedereen hier depressief. Weet je wel? Ja, dat moet niet gebeuren. Nee, dat zeker niet. Dat moet niet gebeuren. Heel trots zijn dus, we op jou, hoor. Marcia Sedok, geboren in Paramaribo, Suriname. En je bent zo geweldig bezig, daar moet je nagaan. Italië, die doet ontzettend goed als het gaat om mode, het mode gebeuren in de wereld. Ik denk dat dat land op nummer 1 is, of niet? Van welke landen hebben jullie concurrentie? De designers, die zijn ontzettend goed. Echt heel goed. Ik heb zelfs een paar waar ik altijd mee werk. Ik heb zelf ook een designer van juwelen. En dat is een Braziliaanse vrouw. Die maakt hele mooie juwelen. Dus voor de modeshows. Ik neem ook een paar. Nu op het moment heb ik ook een van haar kettingen om. En die is lekker heel mooi gekleurd. En zij heeft Alzheimer. Ze, weet je wel, ze heeft die ziekte. Maar wanneer ze werkt, dan beven haar handen niet. Vreemd, hè? Ze is bedreven. Dat is haar ding. En dan moet die ziekte even wijken. Moet je nagaan, in Suriname maken we ook heel mooie mode, hoor. Maar misschien wel meer op de primitieve manier. Op welke manier heb je daar ooit eens aan gedacht? Zou Suriname, de Surinaamse mode, geïncorporeerd kunnen worden in wat jullie daar doorgaan zien en maken? Nou, dat zou prachtig kunnen zijn. Want ik probeer al zo lang, zoveel jaren met de stichting Fayalobi, die ik opgezet heb om Suriname hier te promoten. En dat doe ik dan veel, vooral met de kunst. Maar het zou echt heel mooi zijn als er ook designers deze kant op komen. Want weet je, Brazilië, die doet dat wel veel. Er komen veel Braziliaanse stylisten komen hier in Italië en komen en doen hier mee aan modeshows. Ze doen mee aan de Fashion Week die hier georganiseerd wordt. Het zou fijn zijn als er ook uit Suriname zo'n beetje ook designers, dat ze van daaruit komen, dat ze zich hier laten in Europa laten leren kennen. Ik weet niet of ze in Nederland al wat doen. Maar hier in Italië, sommige mensen weten niet eens waar Suriname ligt. Ik moet altijd zeggen, waar ze de Caribe en een Guyana Française, nog Guyana Hollandaise, ex Guyana Hollandaise, zeggen ze, anders weten ze niet wat het is. En dat is wel erg. Ja. Dat wil zeggen dat Suriname niks doet in Italië om zich te laten leren kennen. Het enige waren de voetballers. Het enige waren de voetballers. Mm-hmm. Omdat de voetballers, die mensen die gek op voetballen zijn, als je Suriname zegt, hun zeggen meteen jou: Goedfried, Rijkaard, Winter, David. Zeedorf. Zeedorf, ja. Dan zeggen ze dat. Maar alleen de voetbal, laat me zeggen, liefhebbers, die weten meteen als je Suriname zegt, dan weten ze het. Maar over het algemeen is Suriname niet bekend. Nagaan, Cuba is heel bekend hier. En er is een hele grote gemeenschap, Cubanen, die wonen in Italië. Een grote gemeenschap van Santo Domingo. En boy, dan is er Peru, Ecuador. Al die landen, die zijn hier en die hebben allemaal ambassades hier. Suriname heeft niks. Heeft niet eens een punt hier dat iemand kan zeggen van nou, ik ga daar om te informeren of wat te doen. Dat is er niet. Ik ben er ook al zo lang mee bezig. Want ik zei van nou, dat er wel iets moet komen hier in Italië om Suriname te kunnen promoten. Want het is in Brussel. Maar ja, Brussel is ver weg van hier. Dus dat is de enige, dus dan zeggen dat de ambassade, de Surinamse ambassade in Brussel is. En die
is dan ook voor verschillende Europese landen, zoals Italië. Maar hier zelf is er niemand. Weet je? Dus en daarom weten die mensen ook weinig van Suriname. Heel weinig, echt waar. En dat vind ik echt jammer. Ik heb zoveel gedaan, jaren, dus dat ik filmpjes laat zien. Ik laat zelfs ook films zien van vroeger. En van de Amazonia, van de regenwouden. En prachtig wat we hebben in Suriname. Dus ik heb het ook in programma's heb ik dat gedaan. Had ik dan echt een deel waar ik mee bezig hield om echt Suriname te laten leren kennen. En ook om te zeggen waar het zo'n beetje zit, waar die ligt, wat onze benodigdheden zijn, wat we hebben als land. Want Suriname zelf is een rijk land. Marcia, goed is dat het zo uitlegt. Ja? Waarom het belangrijk is om een Surinaamse ambassade te hebben in Italië. Want je zal wel hebben van de Surinamers die als ze vandaag of morgen horen dat de regering een ambassade gaat openen in Italië. Maar una monica dat zei de op een ambassade in Italië. Maar je hebt het al helemaal uitgelegd. Ja, want ik bedoel, hier is Cuba. Cuba is zo klein. Is kleiner dan Suriname. Maar ze hebben hier een hele mooie ambassade. Zoals andere landen als Cyprus, hele kleine landjes. Weet je, als er iets hier komt, dan is er een binding voor de Italianen ook om naar Suriname te gaan. Als vakantieoord. Want heel wat die vragen mij, hoe is het daar? Kijk dan met vakantie, zijn er, wat is er? Wat kunnen we daar doen? Wat voor soort vakantie kunnen we daar doen? Mensen zijn wel geïnteresseerd. Maar er is geen connectie hier. Van hier met Suriname. Want ik heb het wel heel hard geprobeerd om dat te promoten. En wanneer ik dat deed op de tv, heel wat mensen zeiden ze zoeken nieuwe Mekka om te gaan op vakantie. Want ze zijn al bijna overal geweest. Maar Suriname is nog jong. Laat me zeggen, is vers, dat kennen ze niet. Dus het is ook gewoon om een nieuwe interesse op te doen. Nou? Ook voor de mensen. Want er zijn veel mensen die houden van trekking. Veel mensen die houden van om met kanoën te gaan op de rivieren. En dat soort dingen allemaal. De natuurliefhebbers. Weet je. Dus er kan veel gedaan worden ook. En de taalverschillen mogen geen barrière gaan vormen. Ook al is het Italiaans, maar ik bedoel, we zullen elkaar toch verstaanbaar maken. We zullen toch met elkaar kunnen communiceren. Ja, niet allemaal komen, zelf willen. Alle Zuid-Amerikaanse landen die komen hier. Ecuador, God, allemaal die zijn hier. Dus taal is geen ding. De Engels wordt gesproken of zo niet. Veel mensen spreken ook Spaans. En het Italiaans lijkt heel erg veel op Spaans ook nog. Ja, we gaan maar door. Dus, het is steeds een Latijnse taal, hè? Dat zijn dingen, moeten geen problemen zijn. Ook van, als ik ben in Zuid-Afrika geweest, of in Egypte, ik praat geen Egyptisch. Maar ik ging er wel mee door met het Engels. Weet je, ik ben daar op de Nijl geweest, ik ben in een heleboel plaatsen opgezocht. Ik was wel met een televisietroep was ik daar geweest. Dus dan deden wij, we hebben daar allemaal gefilmd om te kijken van wat die vakantiegangers doen daar in Egypte. En daar hebben we echt een hele leuke tijd gehad. Ook ze namen mij ook als Egyptische aan, omdat er ook Egyptische zijn zoals ons. Weet je? Dus, maar ik bedoel, dat wil niet zeggen van je leert. Maar er komen wel sommige bedevaarts, mensen die op bedevaart gaan, die komen dan naar Rome om naar de Vaticaanstad te gaan. Of of ze gaan naar Lourdes of dat. En ze gaan dan met een gids. Dus dat is geen probleem. Maar het is belangrijk, ook mooi om andere landen te leren kennen. Want Italië, dat is een hele antieke plaats. Echt heel mooi. Het is een museum, het lijkt op een museum in de open lucht.
met al die dingen. Dus er is gewoon ontzettend veel te zien en te doen. En ook voor amusement is er ook van alles. We hebben hier, er is de zee, er is ontzettend veel zee, maar je kan zwemmen. Dus heel Italië, no, is een ring van de zee, Middellandse Zee en de Noordzee. Dus er is echt voor iedereen is er wat. Voor de jongeren en voor de ouderen, of wie er van kunst houdt. Dus er is echt er zijn een heleboel mooie museums en zo allemaal. Dus en de kleding. Sorry, de kleding ook nog en de schoenen. Die zijn ook heel top hier. Het zal ervan komen. Geloof me, het zal ervan komen. Suriname, er is werk voor ons. We moeten onze horizon verbreden. We hebben daar een Masha Sedok. Ja. Dus houd je telefoon open. Wie weet krijg je een call vanuit de instantie. Ja toch, want ieder volgt Surinamers overal. En het zal moeten gebeuren. We hebben die deviezen nodig. En Italië heeft er een heleboel. Dankjewel, Masha Sedok. We hebben zo fijn gesproken. Alles er aan de man. Ik heb veel gesproken. Dat is de bedoeling. Dat wij van jou horen, dat jij veel meer praat. Dat wij de korte vragen stellen en jij je verhaal brengt. Ja toch, dat is mooi. Heel veel succes met alles wat je doet. Je zegt volgend jaar komt er een Surinaamse bij. Als het gaat om dat contest toch, dat mode contest. Succes met die voorbereidingen. We blijven je volgen. En dankjewel. Hoor als er een vraga hey. Wat? Hoor Asrana Fraga, hey. Of course. Maar als je ziet op alle dingen wat wij doen, de culturele dingen, heb ik de vlag, hè. Die neem ik ook mee nu als ik naar Albanië ga. Dat is een mooie afsluiter, dank je wel. De Surinaamse vlag gaat mee naar Albanië en overal waar je nog komt. Marja, succes nogmaals. Olop je sauté. En... we spreken elkaar zo gauw mogelijk. Ben je op vakantie in Suriname? Kom even naar de SRS. Ik zal zeker komen. Wanneer ik kom, zeker dit jaar ga ik komen. Oké. Ik moet 2 kinderthuizen gaan opzoeken. Geweldig. Waar ik al geweest was. We gaan je daarbij ondersteunen. Dank je. Dus ik zal zeggen, Sosolobi. Dankjewel voor de interview en een big brasa aan alle Surinamers in the world. Tamboem, doei. Oké, doei, dankjewel. 1 uur. Dat is het geworden, het gesprek in Surinamers overal met een mooie tranga broko serena oma. Manager, producer, fashion events, visual arts, music fashion agency, Masha Sedok. Check haar op social media en probeer een conversatie aan te gaan. Dat want ik zoek of takanging. Mekka verstaan, je kan altijd wel iets gaan samen doen. Dat is de bedoeling dat we Surinamers met elkaar connecten. Dit is de SRS vanaf de Sjaak van Eerstraat 20 Paramaribo Suriname. We doen het met zoveel liefde voor jullie allemaal. En we gaan ermee door. 96.3 FM en radio SRS.sr. Straks het nieuws van 1. Dat is zo met.